samen bouwen en samen wonen. Als collectief particulier opdrachtgeverschap geef je als gelijkgestemde groep de opdracht om huizen te bouwen. Duurzaam bouwen en leven staan vaak centraal binnen een CPO. Het CPO-platform organiseerde gisteravond een inspiratieavond voor geïnteresseerden in deze woonvorm. Vaak hebben mensen helemaal geen kennis van bouwen en weten niet hoe dat allemaal zit met procedures. Dus dat je dat allemaal gezamenlijk gaat ontwikkelen. Dat schept ook een band, een sociale band. En die wil je ook hebben om te bereiken dat je in de toekomst een beetje oog voor elkaar hebt. En mooi, duurzaam, cohesieachtig kunt samenwonen. Dat... Enige duizenden mensen in Nederland, misschien wel 10.000 mensen in Nederland, wonen op de een of andere manier gemeenschappelijk, waarin ze dingen delen. En heel vaak vinden mensen het belangrijk om samen gezelligheid te delen, maar gelukkig ook om samen duurzamer te leven. Het starten van een CPO is een ingewikkeld en vooral heel lang proces. Nou, je start als CPO natuurlijk met je idee en een visie, wat wil ik gaan bereiken. En vervolgens is het zo dat je of zelf een pand zoekt of een stuk grond zoekt en koopt, of dat jij je oriënteert op datgene wat de gemeente aanbiedt. Wij van de Getijden hebben er bijvoorbeeld 7 jaar over gedaan voordat we daadwerkelijk konden gaan bouwen. En toen nog eens een keer 2 jaar bouwen. Dus je moet een stuk grond vergaren. Je moet procedures rondkrijgen. Je moet een architect zoeken. Je moet een aannemer zoeken. Je moet het met elkaar eens zijn over wat en hoe je wil bouwen. Maar ondanks het lange proces is voor veel mensen gemeenschappelijk en duurzaam wonen toch een hele aantrekkelijke woonvorm. Maar wat ik heel veel hoor is dat mensen samen duurzame spullen gaan delen. Maar ook kleine huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. En ik moet je zeggen dat het mij ook wel schokte toen ik me realiseerde van... ik heb eigenlijk alles voor mezelf, alles in mijn eentje. Je woont samen met mensen, je hebt oog voor elkaar, maar je kunt ze ook vrij laten. Maar je hebt een aantal gemeenschappelijke voorzieningen en dat ligt aan het CPO. Sommige mensen hebben gezamenlijke auto's. Wij hebben een gezamenlijk logeerappartement en een gezamenlijke tuin. Dus naast de gezelligheid, het contact van mensen om je heen, vind ik het ook ontzettend belangrijk om duurzamer met elkaar om te gaan. En dat is ook een belangrijke doelstelling van de mensen die in de woongemeenschappen zitten van mijn organisatie.